voetbalclubs staan stil bij doodgrensrechter. Brand in een huis in Woensel. En boze ouders over de veranderingen in de peuteropvang. Het was stil dit weekend op de voetbalvelden in Eindhoven. Alle amateurwedstrijden waren afgelast om stil te staan bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij kwam om door geweld door spelers. Bij SV Unitas in Woensel was het aanleiding om bij elkaar te komen en te praten over respect op het voetbalveld. Toch maar eventjes ter afsluiting dat we samen gaan staan en ook toch even dat minuutje stil te pakken in de hoop dat het binnen Unitas beter gaat en ook even in gedachte aan de foto van die meneer. Dank u wel. Onze doelstelling was vooral om te zorgen dat mensen hier bij elkaar konden komen en die herinnering zouden kunnen delen. Maar ook om vanuit de bezinning een aantal ideeën op te doen van joh, wat zien jullie dan als ouders in de praktijk en als spelers in de praktijk aan zaken die wij beter kunnen doen. Rondom scheidsrechters, rondom elkaar aanspreken, dat soort zaken. Ik ben blij met deze bijeenkomst, dat die gehouden is. Ik hoop dat ook degenen die erbij gezeten hebben, er ook iets aan gehad hebben. Ik in ieder geval wel. De steun van de vereniging naar de scheidsrechterspelers. Dat is een van de belangrijkste punten in het hele voetbalgebeuren. Ik ben ervan overtuigd als we de volgende keer samen in het veld staan. Ik ben ook scheidsrechter. En je kijkt elkaar aan dat je zegt, ja weet je nog, we hebben toch even in die kantine elkaar aangekeken. In dat clubhuis elkaar aangekeken. En we hebben afspraken gemaakt, laten we ons daar dan ook aan houden. Alleen, dat moet dan wel bij alle verenigingen gedragen worden. En dat is natuurlijk wel moeilijk om dat zo te regelen. Ook bij voetbalvereniging Gestel kwamen voetballers en clubleden bij elkaar. Geweld op het veld komt ook in Eindhoven regelmatig voor. Ja, helaas heb ik het zelf ook al eens meegemaakt. De situatie was inderdaad dat een grensrechter vlagde voor buitenspel, wat niet helemaal terecht was helaas. En de omstanders waren het daar niet mee eens. Gelukkig is het bij ons niet uit de hand gelopen, omdat ik het op dat moment zelf kon sussen. Alleen ja, je merkt wel met de mensen langs de kant en dergelijke tegenwoordig dat het grimmiger is geworden in de jaren. We zijn al een paar jaar bezig om ook samenwerkingsverbanden in de wijken te doen. Je ziet de gemeente Eindhoven is hier, de wijkagent is hier, het woonbedrijf is hier. We kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen. En als het alleen een paar uur per week hier zou zijn, zou dat doodzonde zijn. Gestel probeert al het nodige te doen om de agressie op het veld tegen te gaan. Zo loopt er op dit moment een project met corporatie Woonbedrijf. Wat wij belangrijk vinden is dat de club dichter bij de wijk komt en de wijk dichter bij de club. We zien daar kans in in die samenwerking. Daar stoppen we per jaar een fors bedrag in. En die programma's leiden tot resultaat. Zij hebben de jongens hier een uur of zes per week. En die geven onze regels, onze normen en waarden mee. Daar praten we ook mee. Maar ze gaan hier weg zonder dat die ouders daar iets van weten. En wij hebben graag dat die ouders erbij zitten. En dat die onze normen en waarden ook bij hun thuis door laten voeren. Het is heel belangrijk dat de betrokkenheid van de ouders veel groter wordt. Maar niet in de zin van nog harder roepen langs de lijn, maar gewoon thuis al aandacht besteden aan wat er allemaal op zo'n veld gebeurt. Het probleem is dat we die mensen niet bereikbaar krijgen. Nu gaan we ook verder, we gaan met elk elftal aan tafel. En met elk elftal willen we daarna ook met de ouders. Die moeten echt komen. Straks nieuwe leden hier komen, de ouders moeten tekenen dat ze iets doen bij de club. En ze moeten tekenen dat ze tot en met de day in ieder geval bij trainen en bij wedstrijden aanwezig zijn. Volgende week worden de competities weer hervat.